Hoi, mijn naam is Jelmer. Ik wil jullie graag bedanken voor het kiezen voor het Christmas Homemade menu voor Gosje Mijnen. Ik ga jullie helpen om de beste kok van jullie gezin te worden. En in dit filmpje het hoofdgerecht, de hazenpeper. Voor dit gerecht heb je alleen een pannetje nodig. Doe de hazenpeper helemaal in de pan. Ik doe dit samen met de pannenlikker. Want als er natuurlijk iets achterblijft is dat natuurlijk zonde. Hazenpeper is een authentiek Nederlands stoofgerecht. Wat gemaakt is samen met haas natuurlijk. En afgeblust met rode wijn en een beetje wildbouillon. Dit staat eigenlijk elk jaar bij ons op de winterkaart. Blijf vooral roeren, want anders gaat het aanbranden. Die hazenbout, om die nog lekkerder te maken, hebben we die natuurlijk even laten marineren in de rode wijn. Verder hebben we die afgeblust daarna ook weer met de rode wijn. En daar hebben we de saus iets dikker gemaakt door er peperkoek bij te gooien. Dit geeft hem een zoete smaak, maar wel mooi krachtig door de rode wijn. Ik blijf hem vooral roeren, totdat ik een beetje, als ik hem stilleg, dan kan hij een klein beetje gaan bubbelen. Als hij heel erg aan bubbelen is, dan is hij klaar. Dit kan ongeveer, als je het op laag vuur doet, kan dit ongeveer 5 tot 10 minuten duren. Als de hazenpeper warm genoeg is, pak ik een pannetje erbij. Ik kan het natuurlijk ook altijd op een bord doen. De hazenpeper kan dan in de pan. Finishing touch, lekker een worteltje bij. En kan je deksel erop de pan zetten, zodat die langer warm blijft. Fijne kerst en smakelijk eten. Gosje Mijnen, dat is lekker.